Goeiedag allemaal. Ik hoop dat het toch in deze uitzonderlijke situatie toch met iedereen nog heel goed gaat. Het zijn inderdaad uitzonderlijke tijden. Ik als componist en dirigent en ook docent heb nog het geluk dat mijn lesgeven helemaal door kan gaan. Wel in beperkte groepen en de studenten hebben geen stagemomenten, maar we maken daar toch nog altijd het beste van en daar vind ik heel veel plezier. Nog altijd in. En het componeren gaat natuurlijk ook nog altijd door. Ik denk dat iedereen zich opnieuw kan heruitvinden in deze periode. Dus wat ik bijvoorbeeld gedaan heb, is mijn eigen site helemaal zelf ontwikkeld nu. En ik ben nu ondertussen toch een beetje een Zoom-specialist om vergaderingen en zelfs met studenten online heel goed hun partituren te kunnen overlopen en de orkestratielessen zo op deze manier te geven. En dan heb ik ook mijn 60 Minutes With Sessions gehouden. Dat was heel, heel fijn, ook onder andere met Tijmen Botma en Dirk Brossé en natuurlijk ook Jan van der Roost. En Steve Willaert, een Belgische zeer goede tv- en serie- en film- en musicalcomponist. Dus daar heb ik mij ook wel in gesmeten en daar heb ik echt wel van gehouden om daar voor te bereiden en om daar ook een beetje losser in te worden, want dat is niet zo simpel. Ik ben meer gewoon dat ze vragen stellen aan mij, maar het is best wel moeilijk om aan de andere kant te zitten. Maar daar heb ik heel veel van geleerd en daar heb ik heel veel van opgestoken en nu komen daar ook nieuwe workshops uit. Dat heet nog altijd 16 Minutes With, maar nu workshops waar je actief of passief aan kan deelnemen met onder andere Joop Boerstoel, Frank de Vuist, Otto Schwartz, Ivan Meilemans, Erik Jansen en ook zelfs nu gisteren nog in een Zoom-sessie bevestigd Steven Melillo. Dus daar kijk ik ook wel erg naar uit. Dus ik hoop echt dat iedereen nog even volhoudt. Ik voel toch aan dat we richting het einde gaan. Niet letterlijk, maar het einde in zicht, licht in de tunnel. En ja, probeer veel te studeren, probeer uw instrumenten allemaal goed te onderhouden, want we gaan er keihard tegenaan als het weer mag en kan en weer verstandig en veilig is. Ik hoop dat het jullie allemaal heel goed gaat en voor iedereen gaat het op en neer. Dat is bij mij juist hetzelfde. Sommige goede dagen en ook iets minder dagen, maar die horen er allemaal bij. Ik wens jullie allemaal het beste en tot heel binnenkort, hopelijk. Dag.